Hallo allemaal, wij zijn Johanna en Dennis van Sportoazen. En wij hebben een leuke kerst/nieuwjaarsworkout voor jullie bedacht. We hebben enkele oefeningen die jullie daar hartloos kunnen combineren. Johanna gaat de oefeningen zelfs even demonstreren. Daarna is het bedoeling dat je elke oefening 10 keer zo snel mogelijk uitvoert. Heb je ze allemaal gedaan, neem een minuutje rust en dan doen we ze nog een keertje. Afhankelijk van hoeveel gangen dat jullie vanavond op het menu hebben staan, kunnen jullie het aantal herhalingen bepalen. 3 gangen, zo zeggen 3 rondjes. 5 gangen, 5 rondjes. Eens wat jullie nodig hebben, is een matje en een pakje. Een kerstcadeautje. En dan kunnen we aan de slag. Ja, alright. We hebben oefeningen voorzien voor het hele lichaam. Dus zowel die benen, die buikspieren, alles komt aan bod. Geloof mij. Dus misschien eventjes wachten als je pas gegeten hebt. Of doe de workout voordat je aan het eten begint. Dan kan je na dubbel zo hard genieten. Alright, Dennis, vertel eens wat ik moet doen. We beginnen met de eerste oefening. Eerste oefening zijn onze ice skaters. Het kan misschien koud worden deze winter. Dus we gaan ons voorbereiden op het schaatsen. Ja, laat maar even zien. We gaan zijwaarts door het voorste been. Helemaal links, rechts. Buikspieren goed aan voor ons evenwicht. Doen we 10 keer. Even gaan, Anna. 6, 7, 8, 9 en 10. Super, goed gedaan. Schiet je benen even los. Pak je erbij. Pak je. De volgende oefening. Doe een plankvariatie. We nemen het pakje. Leg hem even op de grond, zet onze handen ervoor. Denk eraan, deze kan je ook doen voor op de knieën, geen enkel probleem. We gaan het pakje telkens verschuiven van de linkerkant naar de rechterkant. Met één hand, zo blijven we mooi staan. 1, 2. Met de rechterhand trek je het pakje van links naar rechts. Met de linkerhand trek je het pakje van rechts naar links. 5, 6. Goed stil blijven hier. 7. Pak aan. 8. 9 en de laatste 10. Knieën neer, schud de armen even los. Super gedaan. Mag ik een pakje, Dennis? Ja, alsjeblieft. Dus dat waren eerst beenspieren er straks bij de ice skaters. Daarna de oefening van Dennis was voor de core, buik en rug. En nu gaan we weer aan de slag met de benen, toch? We gaan lunchen. We zetten ons op het matje, we stappen naar achter. We steken het pakje van binnen naar buiten. En we komen mooi terug recht. Andere kant, schouders mooi recht houden. Buikspieren aan voor het evenwicht. Voilà, super goed bezig, Anna. Ga lekker diep door de benen. Hap, en terug. Bijna het einde, even volhouden. Hap, en de laatste. Voilà, steek die benen los. Ontspan de armen, komt helemaal goed. Waar we weer de benen? Ik denk dat het tijd is voor weer een buikspieroefening, Dennis. Wil jij dit demonstreren? Dankjewel. Neem je pakje erbij. Tijdens oefening hebben we 2 opties. Optie nummer 1, laat de voeten op de grond staan. Neem je pakje in de breedte kant vast. Als je een zwaar pakje hebt gekozen, heb je nu pech. Heb je een licht pakje gekozen, wordt het iets makkelijker. We gaan voor onze favoriete oefening voor de buikspieren. Een Russian twist. We gaan van links naar rechts roteren. Goed de schouders meepakken. Links, rechts telt als 1, dus als je dat apart telt is het 20 in totaal. Oftewel 10 herhalingen. 1, 2, 3, 4, 5. Wil je wat moeilijker maken, voeten van de grond? 6, 7, 8, 9 en de laatste. Kom rustig recht. Ontspan de schouders. En op naar de volgende. Goed nieuws is, jullie mogen blijven zitten. Jazeker, want na de Russian Twist gaan we nog een extra buikspieroefening toevoegen. En eigenlijk een beetje een beenoefening, Dennis. Voilà, super. Hou je core goed aangespannen. Hou je pakje bij de hand. Leun lichtjes naar achter. Steek het pakje onder het ene been door. Been terug neer. En de andere kant. Hop. 10 keer in totaal. Voilà. Hou de buikspieren goed aangespannen. Probeer goed je evenwicht te houden. Voilà. Zo simpel is dat. Goed gedaan. Dankjewel. Ja. Oké. We gaan even ons pakje aan de kant leggen. Niet te ver. Zodat hij terug onder de kerstboom kan leggen na de workout. Volgende oefening gaan we een beetje intenser maken. We zijn er bijna. We hebben 7 oefeningen voor jullie voorzien. Sterrenthema. Dat is de reden waarom ik hier zo sta. Het is kerst. Tijd voor een sterretje. Wat gaan we doen? We gaan star jumps doen. We gaan eerst
squatten, we tikken de grond aan, we springen recht, helemaal naar ster en terug. Dat doen we 10 keer. Alright. Let's go. Klaar? Let's go. Kies een tempo dat je kan volhouden. Deze is lekker pittig. Let's go. 1. Hop. 2. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Kom even op adem. Schud de benen los. Maak je klaar voor de laatste oefening aan. Hè? Ook in het thema van de ster. Maar nu, start. Abs, buikspieren. Wat gaan we doen? We gaan sterretjes hè, op de grond. Even. Een beetje zoals Snow Angels, weet je wel? Dat je zo in de sneeuw kan gaan liggen en je een Snow Angel maakt. Daar lijkt het op, maar niet helemaal. En een klein bolletje. En open. 10 keer. 2. 3. Kom op. 4. 5. 6. 7, 8, bijna daar, 9, nog eentje, en 10. Kom even rustig recht, kom op adem. Dit waren de 7 oefeningen. Hou je tijd bij van de eerste ronde, probeer in de tweede ronde net iets sneller te doen, de derde wederom iets sneller. Doe zoveel rondjes achter elkaar als je zin in hebt, of als je kan volhouden. Probeer elkaar uit te dagen, kijk hoe je het meeste kan doen. Kijk wie dat de snelste ronde kan maken. Krijg je dan een extra cadeautje? Dat kan ik niet garanderen. Dat vind ik wel een wiel. Maar wel fitte feestdagen. Ja. Een goede workout. Mm-hmm. En hopelijk veel plezier. Wij zien jullie graag volgend jaar terug. Absoluut. Fijne feestdagen. En tot snel. Tot ziens. Bye.